aardappeltatin. Verwarm de oven voor op 180 graden. Kook 500 gram krieltjes in de schil 15 minuten in water met wat zout. Giet af, laat iets afkoelen en halveer de krieltjes. Bekleed de bodem van een quichevorm met een doorsnede van 26 cm met bakpapier. Ris de blaadjes van 3 takjes tijm. Verdeel ze over het bakpapier en bestrooi met 3 eetlepels lichtbruine basterdsuiker en zout. Leg de krieltjes erop met de platte kant naar onderen. Verdeel een half potje semi-zongedroogde tomaten en 3 eetlepels zongerijpte Tagia-olijven ertussen. Bedek met 5 plakjes ontdooid bladerdeeg. Zorg ervoor dat de plakjes elkaar overlappen en stop de randen goed in. Bak de taart ongeveer 45 minuten in het midden van de oven. Laat 5 minuten afkoelen en keer op een groot bord. Zo maak je aardappeltatin.